Alle Montfland, we zijn hier vandaag om jullie vragen te beantwoorden over de lang verwachte woningbouwplannen. Laten we meteen beginnen met de eerste vraag. Natuurlijk willen jullie net als wij zo snel mogelijk een woning. Het duurt alleen nog even voordat de schop in de grond kan. Eerst moeten er nog wat procedures worden doorlopen. De gemeente verwacht dat ze op zijn vroegst eind 2025 kunnen beginnen met bouwen. Er is voor ieder wat wils, van beneden- en bovenwoningen tot rijtjeshuizen. En ze gaan ook nog kijken of jullie zelf wat aanpassingen kunnen maken, zoals een wand verplaatsen of zelf een keuken plaatsen. Ze hebben het zo geregeld dat ongeveer 1/3 deel sociale huur wordt, 1/3 deel de sociale koop, betaalbare koop en middenhuur, en nog 1/3 deel valt onder de vrije sector. Deze bedragen zijn gebaseerd op de prijzen van 2024. Voor de zomer van 2024 komt er een informatiemarkt. De datum van deze markt wordt via social media aangekondigd. Vlak voordat de bouw begint, organiseert de gemeente nog een avond waarin alle ins en outs aan bod komen. De koopwoningen zullen tegen die tijd via makelaars in de markt worden gezet. Daar moet je dan snel bij zijn, want wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En voor de sociale huurwoningen kun je je vast inschrijven bij Plavijn. Eén tip, schrijf je nu alvast in bij de woningcoöperaties, want daar kiezen ze aan de hand van een meettijd, oftewel een loting. Wil je hier meer over weten, kom dan zeker naar de informatieavond en hou de website in de gaten. Je kunt ook altijd bij de projectleiders terecht. Voor meer informatie, kijk dan op de website van de gemeente Montfland.